Terwijl de ochtendzon aan de Rotterdamse skyline verschijnt, gaat de alcoholcontrole onverminderd voort. Ook deze bestuurster heeft te diep in het glaasje gekeken. Santje, mag je mij geven? Als ik in de auto niet recht zitten. Ja, mag maar mij komen. Deze dame is duidelijk not amused. Ik wil heel graag dat ik beter naar mijn auto naartoe ga. Je moet hier geparkeerd aan de zijkant. Maar ik heb geen zin in fucking camera's achter me. Ja. Daar heb ik nu nog gevraagd. Daar heb ik geen toestemming voor gegeven. Helemaal fucking niks. Ik snap dat dit sensatie is. Ik zoek het maar ergens anders, maar niet bij mij. Ja, ga ze even zitten. Nee, maar ik zeg nog, ik wil geen fucking camera in mijn buurt hebben. Ik kan met die fucking camera in mijn gezicht gaan zitten. Fucking tyfus camera, pleur op man. Mag even je rijbewijs? Maar, hallo, ik vraag iets. Ja. Maar waarom krijg ik geen antwoord op mijn vraag dan? Als je even normaal praat, ja. Nee, maar je geeft geen antwoord op mijn vraag. Mevrouw, u mag taak bij mij even op de ademanalyse komen blazen. Ja. U krijgt 4 pogingen waarvan er 2 goed moet zijn. Systeem... Ja, maar dit vind ik dus nog steeds niet oké. Dus ik ga nog steeds niet met mijn gezicht. Ik heb al te veel in beeld gestaan. Oh, ja. Shit. Ik heb mijn gezicht al te veel. Oh, dit doe ik niet meer. Even diep ademhalen en rustig uitblazen dat ik stop zeg. Wat zei je nou? Oh, dat was wel interessant. Ja, u stopt nu hoor. Ja, dat is de kleine ik was formule. Nog niet bezig. Ja, u heeft nu al 1 poging gedaan. Ja, op het dag, dat is echt een... Nee, nee. U mag weer gaan zitten, mevrouw. Dat is 1 mislukte poging. Jezus, wat fucking alsof ik elke dag blaas. Ja, het is allemaal wat, hè. En dan moet je natuurlijk meteen je vriendje facetimen om het nieuws te delen. Fuck! Kijk, joh! Jij bent echt een fucking klootzak. Jij bent echt een fucking klootzak. Je zit me gewoon uitgelachen. Ja, dan dacht ik ook dat het wel nuchter was. Maar ja, ik denk dat de politie er anders over denkt. Je zit me gewoon uit te lachen. Ga jij die helft van die boete betalen dan? Ja, ik weet dat ik maar 3 drankjes op heb. Dus dat zijn 2 drankjes te veel. Ja? Kutzooi. Ja, jij wil je sein hebben, vriend. Jij wil je... Oh, ik ga je ophangen, jongen. Je lacht me gewoon uit. Fok jou, vriend. Fok jou, nee. Mevrouw, u mag weer komen blazen. Even diep ademhalen. En dan blazen dat ik stop zeg. Doorgaan, 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 doorgaan. U bent er al. Dat is de tweede poging en deze tweede poging is goed. Nog 2 te gaan. Moet ik hem nog een keer blazen? Ja. Of alleen als het niet goed is? Ik heb u net verteld dat u 4 keer moet blazen en van die 4 keer moeten er 2 goed zijn. De eerste was niet goed. Dit was toch goed? Als ik nu nog een keer goed blazen, dan is hij goed. Ja. Ja, meneer, het is toch wat. Hè? Wat een leuk beroep heeft u toch. En vooral die cameraman, die heeft toch zo'n goed beroep? Man, man, man. Mevrouw, u mag 4 keer blazen. Even diep ademhalen, uitblazen op stop zeg. Doorgaan, 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 doorgaan. Goed zo, doorgaan. Ja, en stop er maar. De tweede is goed. Dus ik ben klaar nu, hè? U mag daar gaan zitten en dan komt er uitslag zo meteen uit. En die uitslag is niet voor de poes. 5, 15, 1 vordering. Wat denk je, ik laat me fucking graad voor lul zetten op tv. En 7 uur rijverbod. Maak je wel 7 uur rijverbod? Ja. Ik hoor iets over 7 uur rijverbod. Fuck! Hoor je me, Samien? 7 uur rijverbod. Ik moet even ophangen. Ik spreek zo, ja? Meneer. Zet u heeft het hoog geblazen. U bent beginnen besturen. Ik denk dat u rijbewijs hebt ingevoerd. Ik ben gewoon niet meer terug. Hoe bedoel je niet meer terug? Rijbewijs wordt voor minimaal 2 maanden ingevoerd. 2 maanden, ja. De officier van de politie gaat bepalen hoe lang de invordering van kracht is. Mevrouw, wat is er nu? Ja, ik ga niet mijn auto hier laten staan hier. Ja, dan moet u het zelf regelen. Ja, hoe bedoel je zelf regelen? Die we uit de overheid. We zetten... In het politiesysteem dat u rijbewijs is ingevorderd, mocht u toch gaan rijden, pleegt u een misdrijf. Ja, ik ga je rijden, maar ik ga wel straf in mijn auto stappen, want ik moet mijn telefoon opladen. Ja. Rijden is wat anders dan in mijn auto zitten, dus dat ga ik gewoon doen. Ik wens u een fijne dag verder, mevrouw. En waar staat mijn auto? Mag ik ook op zijn minst weten? Ik wil op zijn minst weten waar mijn auto staat. Uw wagen staat hier onder zijkant geparkeerd. U mag niet meer rijden. Dat nee, dan stap ik! Deze beginnende bestuurster is haar rijbewijs minimaal 2 maanden kwijt en kan een forse bekeuring tegemoet zien van de officier van justitie.